In een opmerkelijke wending lijkt Rachel Hazes de ruzie met haar dochter Roxane te gebruiken om haar eigen real-life soap te verkopen aan SBS-6. De voormalige schoonmoeder van Weile, André Hazes, heeft onlangs een brasserie aan de Spaanse kust overgenomen en wil haar nieuwe avontuur vastleggen voor de camera's. Opvallend genoeg nam ze ook een cameraploeg mee naar de rechtbank, waar ze tegenover haar dochter stond in een juridisch geschil. Rachel, die geforceerd haar dochter Roxane liet getuigen in een van haar vele rechtszaken, Lijkt de familieruzie als een kans te zien om haar real-life soap te promoten? Zelfs tijdens de rechtbankzitting was de cameraploeg aanwezig, wat tot verontwaardiging leidde bij sommige critici. Storybaas Guido Den Aantrekker, een goede vriend van Rachel, geeft aan dat de producent Vincent TV momenteel bezig is met het filmen van Rachel's nieuwe carrière in La Carihuela, en dat deze cameraploeg ook onverwacht aanwezig was bij de rechtbank in Amsterdam. Dit doet vermoeden dat er mogelijk een groter geheel wordt gecreëerd rondom Rachels leven voor de real life soap. Presentatrice Dianta Broeks uit haar onbegrip over de keuze van Rachel om haar dochter tegen haar zin in te betrekken bij een rechtszaak en vraagt zich af waarom deze situatie ook nog eens wordt opgenomen voor de real life soap. Collega Natacha Harlequin is het niet eens met Guido's uitleg over het rechtvaardigheidsgevoel van Rachel en vindt de situatie onverstandig. Anouk Smulders benadrukt de mogelijke negatieve impact op de relatie tussen moeder en dochter door de keuze van Rachel. Ze stelt dat de band tussen hen juist bemoeilijkt wordt door de combinatie van zakelijke en persoonlijke aspecten in de real life soap. Guido verdedigt Rachel door te stellen dat zij transparant is en niets te verbergen heeft. Hij benadrukt dat Rachel vastbesloten is om rechtvaardigheid te laten zien in haar real life soap. Filmkenner René Mioch uit kritiek op Rachel's moederrol, met name vanwege de intimiderende aanwezigheid van de cameraploeg, terwijl Dianta Broeks bezorgd is over het feit dat er mogelijk opnieuw een verdienmodel wordt gecreëerd rondom de familieruzie.